Omdat ik mijn hok toch een keer een klein beetje ga poetsen, wil ik toch een keer tonen hoe dat er hier allemaal uitziet. Hey, hoe dat de mest ongeveer is van die jonge duifjes. Hey, normaal wordt er nooit gepoetst. Dan gaan we het toch doen. Maar dat ziet er eigenlijk wel goed uit. En dus die methode, meer schat, moet ik goed uitgelegd worden. Zo zien de drinkwaters er dus uit. Hè? Dus proper is dat niet. Maar die duifjes zijn wel gezond. En dat lijkt mij niet. Dus ik heb gisteren nog een aantal jonge duiven gespeend. Zullen ze wel hier eten en drinken? En buiten kunnen ze in de volière. En 's morgens worden zij na de weduwe naar Zuid gedaan. Dat doe ik dan hier open. En als ze aan het vliegen zijn, ze trekken al weg. Dan leg ik het eten klaar. Zodanig dat wie binnenkomt, eten krijgt. Dus er staat hier buiten ook een drinkpot. Als de jongen kunnen vliegen, doe ik die in het hok binnen weg. Dus in deze heeft hier al een tijdje. Je ziet dus het luidt al een beetje graag. En van alles. En dat leeft. Dat is levend water. Zo doen wij dat dus om gezonde jongen te hebben.